straks boarden in het vliegtuig op weg naar Portugal. Yay! Wat een luxe, ongelooflijk. De hengels en dergelijke hebben ze hier. Ik heb ervoor gekozen ze zelf mee te nemen. Kijk eens, Toro. Hier zie je de B-lift, de manager. Hallo. Laten we naar binnen gaan. Goedemorgen is het nog. Nu is het 11:45. Straks boarden in het vliegtuig op weg naar Portugal. Yay! Heel veel zin in. Eerste keer dat ik ooit in Portugal ben. En dat om te vissen, karpenvissen. Nou, wat is er dan mooier? Dus zit nu te wachten. Rond 12 uur mogen we boarden. En ja, spannend. Aangekomen op vliegveld Lissabon. Goede vlucht gehad. Bagage gepakt. En nu de hengels ophalen. Die komen binnen bij bijzondere bagage. En gelukkig is alles goed gegaan. Daar zijn ze.
En inderdaad, zonder een oog. Dat is echt heel bijzonder. Het is de eerste keer dat ik dat zie. Maar ze worden langzaamaan wat groter. Dus deze kan weer het water in. Mwah. Ik sta hier nu op wat stek 4 gaat worden, op Lago Alfarovia. En het leek me leuk om jullie het huisje te laten zien, even op deze manier. Achter mij kan je lekker buiten zitten. Je ziet ook een mooie buitenkeuken. Zitje. En dat is de ingang van het huisje. Laten we naar binnen gaan. En hier. Even de schoenen uitdoen. De koelkast. Televisie. Waar geen Nederlandse kanalen op zitten overigens. Mooie ruime koelkast. Magnetron. Het huisje is nieuw gebouwd. Met enige inrichting. En dit is het uitzicht. Als je hier binnen zit, heb je daar inderdaad de plek waar de hemels kunnen staan. Vlakbij het gedeelte. Hier passen 2 stretches in. 3, als je lekker dicht bij elkaar wil liggen. En hier passen ook 2 stretches in. Die hier ter beschikking worden gesteld. Airconditioning, zowel verwarming als verkoeling in de zomer. Magnetron, kastje eronder en verschillende elektriciteitspunten. En dit is het uitzicht, super. De boot erbij. En ze hebben elektromotoren, accu's en laders te plaatsen. Met hier het uitzicht. Super interessante carpi spots tussen het riet, voor het riet. En, mooi uitzicht. De buitenkeuken. Er is hier een maaltijdservice, maar op deze manier kan je zelf ook dingen opwarmen. En een zitje met barbecue. Cradle. Het schepnet. En ja, zo kun je hier lekker zitten met een ruime overkapping. Waar de hengels makkelijk onder passen. Voor het hele huisje langs. Wat ideaal is, vind ik. Het is dezelfde opzet als stek 1 waar ik zit op dit moment. Wat een luxe, ongelooflijk. Kijk eens, Arturo. Die is hier de B-lift, de manager. Hallo. En hij is op dit moment aan het koken. Ik had al wat filmpjes ervan gemaakt. Oh.
Maar wauw. Ik had er wat filmpjes van gemaakt. Nou is hij bezig met paella en macaroni. Ja, het ziet er gewoon super uit en wauw, ik heb er echt heel veel zin in. Je wordt enorm in de watten gelegd hier. Fantastisch. Super mooie schub gevangen. Heel blij mee. Gave Portugese schub. Echte krachtpatser. 15 kilo schoon aan de haak. Heel blij mee. Gaf een fantastische drill. En de fluiten van een run. Ik klapte er echt op. Zoals een schip dat kan. Dus gaat er terug het water in. Top! Zo, het zit er weer op helaas. Week Portugal. Fantastisch. Genoten hier van de vissen. Sterke vis. Veel runs. Mooie vissen gevangen. Fantastisch huisje. Oneven. Hoe noem je dat? Kijk, daar sprong er weer in. Zo, het zit er weer op helaas. Een week Portugal. Ik heb genoten. Fantastisch hier. Je moet hier echt naartoe gaan voor de totaalbeleving. Het eten, de sfeer, het klimaat, de vissen, de luxe hier van het huisje. Alles is hier aanwezig om er een onvergetelijke vakantie van te maken. Naast het feit dat je hier lekker kan vissen en in warmere maanden heerlijk in de zon kan liggen. Want ze zijn nog bezig trouwens met verbeteringen. Er komt een buitendouche, een hangmat. Dus wat dat betreft wordt het alleen maar mooier hier. Zijn er ook ontzettend veel mooie excursies die je kan doen. Elvas is een hele mooie plaats. Daar schijnt een fantastisch monument te zijn wat cultureel erfgoed is. Dus vissen, vakantie, zon, genieten, uitstapjes, cultuur snuiven, lekker eten. Het is hier allemaal mogelijk. Ik heb het fantastisch gehad. Een week was eigenlijk veel te kort. Niet te vergeten de gastvrijheid van João en Arturo. Fantastisch zoals de mannen het je naar je zin maken. Elke dag lekker warme broodjes op de stek. Recht uit de oven. Chocoladebroodjes. Toen ik hier aankwam zat de koelkast vol. Het eten is super, super, super lekker. Echt, ja... Moet je gewoon proeven. En Fabio, de zoon, die werkte hard voor samen met zijn vader om het een prachtige vakantieoord te maken voor de karpervissers. Daarnaast zijn er ook grotere Iberiaanse barbelen te vangen.
En ook dikke ook nog. En Black Bass. Dus voor degene die niet alleen van karpervissen houdt, maar ook het leuk vindt om barbeel en Black Bass als bijvangst te hebben, is het echt een aanrader. Nou, ik heb alles opgeruimd. De hengels zitten in de koffer. Ik had 3 hengels mee en een spotrod. De rotpot had ik mee, de beetmelders, de molens, een tacklebox, een net. Ja, dat was het. En aas natuurlijk had ik ook mee. En lood. Dus je kan best wel wat dingen zelf meenemen in het vliegtuig. Het is passen en meten en natuurlijk wegen. De hengelkoffer moet je als extra bagage inchecken. Maar hoef je niet apart te reserveren, anders niet bij KLM, waar ik mee gevlogen heb. Dus je reserveert gewoon een extra koffer. En dan in zo'n tube kunnen dan je hengels mee vervoerd worden. Er passen volgens mij nog wel meer hengels in. Oh, ik had ook een werppijp bij me, distance sticks. Want ik heb alleen maar werpend gevist. En de nodige fotoapparatuur. Dus top! Ik heb genoten, ik kan het echt aanraden. Kijk op de website van de Carp Specialist. Ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe het hier is. En anders stuur gerust een berichtje met vragen. Ik ga lekker douchen en dan gaan we naar huis.